Binnenkort is het Vaderdag. Wil jij iets leuks gaan maken voor je allerliefste papa, bonuspapa, opa of wie dan ook? Op mijn blog vind je verschillende doe-het-jezelf projectjes, printables, die je zelf thuis kunt gaan maken. Maar voor deze tutorial laat ik weer heel iets nieuws zien. En dat is een cadeauverpakking. Een keer iets anders. Ik heb hele leuke hemdjes gemaakt. Met knoopjes en een borstzakje en een leuk stropdasje eraan. Deze kun je openmaken en dan kun je er dus een heel leuk cadeautje in stoppen. Hoe ik deze heb gemaakt, laat ik nu zien in de tutorial. Komt-ie! Deze leuke Vaderdag cadeauverpakking is heel simpel om te maken. Ik heb er een paar knoopjes op gemaakt, een klein borstzakje. En van een stuk lint of van stof kun je een leuk stropdasje erop maken. Wat heb je allemaal nodig? Papieren broodzakken, een schaar, een stukje lint, een stift, lijm, twee kleurtjes papier, twee knijpertjes of twee wasknijpers en een perforator. De papieren boterhamzakken is XL formaat en die heb ik gekocht bij de Jumbo. En best grote zakken. Op de papieren zakken heb je een voor- en een achterkant. En de bovenkant zit altijd een klein omslagrandje aan. En die kan er dus af, die hebben we niet nodig. Dus die heb ik even eraf geknipt. En eigenlijk met een stift een leuk motiefje op de boterhamzakken gemaakt. Ik heb een beetje gekozen voor een beetje slordige rondjes. Maar kleine stippen, dikke stippen, streepjes, sterretjes, hartjes, bloemetjes. Het maakt niet uit. Het is net wat je leuk vindt, wat je op de broodzakken wil maken. Nou, ik heb dus gekozen voor een beetje slordige rondjes. Je kunt het ook in kleur doen met gekleurde stiften. Dat is ook leuk. Dus de voorkant en de achterkant maak je helemaal vol met een leuk motiefje. En net zoals ik al zei, je hebt een voor- en een achterkant, een gladde kant en één kant waar een naad in zit. De kant waar de naad in zit, die leg je naar boven en dan vouw je eigenlijk aan de bovenkant drie slagen om. Kijk, als je het openvouwt, dan heb je dus drie vouwen in je zak zitten. En de onderste vouw, daar knip je aan beide kanten alle twee een stukje in. Dan pak je je lint erbij of een stukje stof of misschien iets anders, jute, waarvan jij denkt van dat vind ik leuk om als een stropdas te maken. Die vouw je ertussen en sla je dus de drie slagen weer om. Hou aan de rechterkant een klein stukje lint en aan de linkerkant een lang stukje lint. Dat moet je straks, je gaat straks die stropdas knopen, dus dan heb je aan de linkerkant een lang stuk nodig. Daarom heb ik dat alvast gedaan. Je vouwt aan beide zijden alle twee een beetje schuin, dat de bovenpuntjes naar elkaar wijzen. Vouw je schuin naar binnen, zodat het een beetje op een boordje lijkt van een blouse. En omdat die bovenkanten weer open gaan staan, heb ik even een paar van die knijpertjes opgedaan. Daar kun je ook wasknijpers voor gebruiken, maar dan is het straks makkelijker met een stropdas vouwen, knopen. Ja. Met de perforator stans je een stuk of 5, 6, 7. Dus misschien hoeveel knoopjes jij op het blouseje wil hebben. Dus je stans een paar rondjes uit. Ik heb gekozen gewoon voor zwart papier, dus zwarte knopen. En ik heb gekozen om de achterkant van de broodzak, waar de naad zit, naar voren te laten wijzen. Die knoopjes leg ik dan, plak ik dan daarnaast. Dat lijkt net of dat het dan ook echt een blouseje is. Met lijm zet je hier en daar op het blouseje een paar stipjes waarvan jij denkt van daar wil ik de knoopjes gaan plakken. Plak één voor één
de knoopjes precies op de plek waar de lijm zit. Voor het borstzakje heb ik eigenlijk nog een broodzak erbij gepakt en daar even een stukje uitgeknipt. Omdat ik het, ja, van hetzelfde spul, zeg maar, hetzelfde broodzak, ook een borstzakje wilde hebben. Ik heb uit de hand een zakje getekend. Nou, als je zakje getekend hebt, dan knip je hem even uit. Ik wilde geen lijnen zien van mijn zwarte stift, dus die moet ik even wel goed eraf knippen. Ik heb het bovenrandje een klein stukje omgevouwen. Dat vond ik net even iets leuker. Dan is het ook echt een zakje. En ik heb met lijm eigenlijk een paar dotjes op de buitenrand gedaan. En niet het hele borstzakje plat op de boterhamzak geplakt. Want ik wilde een beetje dat het borstzakje een beetje naar buiten komt. En niet plat erop geplakt. Dus ik heb hem eigenlijk eerst aan de linkerkant erop geplakt. Overal een beetje aangedrukt. En heb ik eigenlijk van links naar rechts een beetje naar elkaar toe geduwd. Zodat je een beetje een bolling krijgt van echt een zakje. Nou, het patroontje even opnieuw op het borstzakje tekenen. En nou komt het allermoeilijkste gedeelte. Want ik moest zelf even denken, hoe ga je ook alweer een stropdas knopen? Het ging al mis, dus ik heb het even opnieuw moeten doen. Dus aan de rechterkant dus een kort stuk. Die leg je links en dan haal je de linkse kant weer eroverheen. Daaronder door. Dan het lange gedeelte nog een keer eroverheen. En dan gaat het lange gedeelte echter onderdoor, boven weer eruit kunt halen. En dan moet die flap eigenlijk daar doorheen. Het is wel even lastig hoor, want ik ben geen stropdasmens. Ik heb het ook echt even op moeten zoeken. Hoe je dat dan precies knoopt, maar ik dacht dat die toch wel redelijk zo goed was. Mijn stropdasje, knoop. En als ik die goed gedaan heb, dan jammer dan. Om het stropdasje effect helemaal compleet te maken, heb ik aan de onderkant aan beide zijdes een randje afgeknipt, zodat je een puntje overhoudt. En dan is je cadeauverpakking klaar. Dus als je daar een cadeautje in wilt bewaren, moet je wel even alles weer loshalen. Als je weer goed onthouden hebt hoe je de stropdas weer moet knopen. Dus je kunt er dus iets leuks, een kleinigheidje in doen.
En dan heb je een hele leuke cadeauverpakking.